Zo'n 40 sportverenigingen uit Doetinchem presenteerden zich zaterdag in het centrum van de stad op een grote sportmarkt om leden te werven voor het nieuwe seizoen. De markt was tevens de start van de Nationale Sportweek. Nationale Sportweek is vooral de week waarin we sport en bewegen centraal willen stellen. En ja, deze start zetten we vooral de verenigingen centraal. Dus we hebben een sportmarkt met, bijna 40 verenigingen in de binnenstad van Doetinchem. Wat vind je van deze sportmarkt? Ja, wij doen het al jaren eigenlijk. En we merken dat vanuit de verenigingen is er ook altijd veel enthousiasme om een steentje bij te dragen. Hopen jullie nog nieuwe leden te werven? Ja, dat is altijd wel de insteek. Dat is ook een van de redenen waarom we hier staan. Ons ledenaantal is al jaren redelijk stabiel. Maar goed, nieuwe leden zijn altijd welkom. Hoe overtuigen jullie de mensen om hier lid te worden voor jullie vereniging? Je ziet het, we hebben hier een badmintonveld. En mensen die langslopen, die hebben zoiets van, dat doen we ook buiten. Dus dan drukken ze een rekketje in de hand. En zo proberen ze binnen te krijgen. Hoe is de belangstelling bij jullie? Nou, aardig goed. Het is echt gedurende de hele dag door loopt het goed door. Veel belangstelling, zeker tijdens de demonstraties. Wat laat ik je allemaal zien hier? Tussendoor kunnen de kinderen gewoon zelf, iedereen die zin heeft om mee te springen, mag op de airtumbling zelf gaan springen. En één keer per kwartier laten de wedstrijdmeisjes een demonstratie op muziek zien. Wanneer is deze dag voor jullie geslaagd? Als we 5 tot 10 leden erbij krijgen. Is dat haalbaar? Ik denk het wel. Ja, we gaan vol in offensief. Dus als jullie hier nog een beetje rondlopen, zie je af en toe dat we mensen recht in de hand drukken en dan meenemen. Ik heb niet de illusie dat we er in één keer 20 leden bij krijgen. Maar ieder lid die zich aanmeldt door deze dag is natuurlijk meegenomen. Wanneer is deze sportweek geslaagd voor jullie? Als we zoveel mogelijk mensen in beweging brengen en het enthousiasme weten over te brengen. En gaat dat lukken? Daar gaan we voor.